Mag ik beginnen met toch nog even aanhaken op je manifest? Dat bij de balie ook nog te verkrijgen is, dat je hiervoor geschreven hebt. In het manifest zit, ook zeker in de toon waarin je over vriendschappen spreekt op internet, en dat vind ik hier ook heel duidelijk in, zit een zekere dubbelheid. Om eerlijk te zijn denk ik van, Stine weet nog niet zo goed wat ze nou, of ze het nou goed moet vinden of ze het nou niet goed moet vinden. Of ze het nou moet omhelzen die ontwikkeling of dat ze het niet moet omhelzen die ontwikkeling. Aan de ene kant zeg je in het manifest van, gij zult niet meedoen aan miswet t-shirt verkiezingen. Want voordat je het weet hebben al je collega's die vakantiefoto waarin je dat deed ook op het bureau rondslingeren. Maar van de andere kant zeg je, ja het is nou één keer eigen aan internet dat ons prostitueren. Dus hoe moet je nou niet meedoen aan miswet-t-shirt-verkiezingen, maar jezelf wel prostitueren? Je zegt, internet is een openbaar riool. Maar tegelijkertijd moeten we bidden tot Mark Zuckerberg. Moeten we bidden tot de uitvinder van een riool? Kun je toch iets meer prijs geven over of je die ontwikkelingen nou positief of negatief waardeert? Nou ja, doet hij het? Oké. Ik ben natuurlijk een liefhebber van de dubbelzinnigheid en de ambivalentie. Daar begint het denken natuurlijk. Dat die twee dingen allebei tegelijkertijd waar zijn. En natuurlijk, en dat weten we ook allemaal, zijn er enorme voordelen. We kunnen echt niet meer zonder die social media. Maar er zijn ook beperkingen, waarschuwingen. Die worden trouwens steeds luider, vind ik, in deze samenleving. En ik zou natuurlijk een prut filosoof zijn als ik heel hard alleen maar A zou roepen en me niet zou realiseren dat B, C en D ook waar zijn. Ik vind het wel leuk dat je de ambivalentie eruit haalt, want dat is in de receptie van het boekje echt nauwelijks gebeurd. Ik ben echt een enorme party-spoiler genoemd. Er is zelfs een leuk woord voor. Onder internetgebruikers heet dat een troll. Een troll is iemand die het feestje komt verpesten. Dus je hebt bijvoorbeeld de Apple Boys en de Apple Girls, die zijn helemaal fan van Apple. En dan is er één iemand die zegt, nee hoor, Windows en Microsoft is echt veel beter. Dat is de troll. En eigenlijk ben ik ook voor zo'n troll uitgemaakt, omdat ik gezegd heb van ja jongens, die social media. Ik heb voor heel veel dingen ook gewaarschuwd, met name die verhandelbare privacy. Ja, maar zou ik dan kunnen zeggen, kijk jij mag er wel om waarschuwen, maar dat gaat wennen. Dat bedoel ik, in het begin hebben we nog zo'n idee van privacy. En vinden we het vervelend wanneer die foto op bureau van collega's rondslingert en zo. Maar dat gebeurt een paar keer en dan spreken ze daar schande van, dat is te vervelend. Maar na verloop van tijd gaan wij er steeds meer aan wennen dat we onszelf, alles van onszelf blootgeven aan de openbaarheid. Dus de oude generatie vindt het nog een beetje vervelend, maar de jonge generatie zal het zoveel doen dat ze alle gevoel van eigenheid, van authenticiteit, van privacy in de loop van de tijd gewoon gaat verliezen. Ja, dat klopt. En je merkt het ook bij jezelf dat je langzaam een paar grenzen overgaat. Dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt met de foto van mijn dochter. Dat je dat heel langzaam steeds grenzen overgaat. En dat ik me ook ging afvragen, heeft mijn dochter eigenlijk privacy? En toen dacht ik, nou nee, volgens mij niet. Volgens mij heeft ze nog geen privacy, ze is gewoon weg te klein. Ik ben verantwoordelijk voor haar en ik moet haar lichaamsgrenzen bewaken. Ik moet haar zelfs verschonen. Dus ik moet allerlei privacygrenzen overtreden. Ik moet haar afluisteren. Dus dat soort filosofische vragen vind ik interessant. Maar ik heb ook 6 hele goede redenen, positieve redenen aangegeven waarom dat lekken eigenlijk heel effectief is. Dat persoonlijke informatie delen, waarom je niet alleen maar kunt roepen van ja, privacy, privacy, privacy. De meeste van ons zijn er wel zich van bewust. Maar er zijn heel veel dingen heel aantrekkelijk om het wel te doen. Eén daarvan is bijvoorbeeld evolutionair, het zoeken van een partner. Dat gebeurt in deze tijd heel veel online, via datingsites. En als je dan niets persoonlijks over jezelf zou zeggen, dan wordt dat heel erg moeilijk. Want dan manifesteer je jezelf als een bijzonder saai iemand met wie niemand zin heeft om uit te gaan. Dus er zijn 6 hele goede redenen om persoonlijke informatie te delen. Ook politieke redenen. Het persoonlijk is politiek. Ja. Ja. Geef ik antwoord op je vraag vast niet, ja. Hè? Nou ja, je geeft een filosoof antwoord op de vraag. Daar ben ik heel gelukkig mee natuurlijk. Maar even over die mogelijkheden die internet dan biedt. Mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan. Kijk, wij filosofen, wij denken na over dingen. Maar er zijn ook mensen die doen echt onderzoek en die brengen in kaart en zo wat andere mensen doen en hoe ze denken en zo. En die hebben onderzoek gedaan naar hoe internet werkt in het zoeken van een partner. En het blijkt dat het heel drempelverlagend werkt voor het eerste contact.
Maar dat het echte kennis maken, echt ontdekken wie de ander is en wil ik met die persoon verder, ja, dat kan pas in een echt contact. Daar is internet niet bij behulpzaam. Dus zou je kunnen zeggen, internet werkt heel goed faciliterend, heel goed als eerste opstapje. Zou je niet kunnen zeggen dat heel veel mensen internet wat dat betreft een beetje overschatten? Dat ze in de internetvriendschap een doel op zich zoeken en denken dat, dat daar de echte vriendschap ligt, terwijl je het eigenlijk veel meer een plaats zou moeten geven als, nou ja, wat informatie van afhalen en drempelverlagend werken, maar dat het echte werk nog steeds in het echte leven gebeurt? Ja, al vraag ik me af of dat onderscheid tussen het echte leven en het online leven op die manier werkt in onze hoofden. Ik denk dat dat enorm door elkaar loopt. Wat ik wel heel grappig vind is dat, dat wordt vaak gezegd, het is natuurlijk zo dat in het echte leven heb je veel meer erbij. Je hebt het lichaam erbij, non-verbale taal. Daarom gaat er ook zoveel mis online met het communiceren, omdat er heel veel ontbreekt. Hoe kijkt iemand? Dat mist allemaal. Maar ik denk dat het leuke van dat online is dat je vaak wel ziet dat zo waanzinnig zijn mensen ook nu weer niet anders dan in het echte leven. In die zin dat ik vaak zie dat bepaalde ergernisverwekkende vriendschappen, bepaalde ergernisverwekkende eigenschappen van vrienden, zijn op Facebook nog erger. Dus in die zin is dat grappig om te zien dat de karikatuur van jezelf daar groter wordt. Dus ik ben waarschijnlijk een enorme ijdeltuit en op Facebook kan ik dat nog helemaal goed opblazen en verfijnen en uitwerken. Dus ik zie dat wel terug, dat bepaalde eigenschap van vrienden gewoon uitvergroot terugkomen in die media. En niet in die zin enorm afwijken van de werkelijkheid. En volgens mij, mensen die ervaring hebben met dat internet daten, is het ook wel zo dat je bepaalde intuïties die je had in dat echte leven dan ook wel blijken te kloppen. Maar we zijn natuurlijk soms ook vaak romantici. We projecteren allerlei verlangens en dromen. En dat doen we dan nu op internet, maar ik denk dat zullen we altijd blijven doen. Ja, dus wij weten nu allemaal dat mensen hun verlangens en dromen op internet projecteren. Dus we gaan ook steeds wantrouwender kijken na verloop van tijd naar internet. We zeggen, ja, dat zegt hij wel over. Die foto van Steve, zo kan ze in het echt nooit zijn. In het echt zal ze vast een beetje tegenvallen. Dat weet je gewoon. Hé, bedankt. Is die gefotoshopt trouwens? Nee, is niet geshopt. Nou, nee. Dat vind ik dan heel. Nou, maar kun je niet zeggen dat daardoor internet, dat er een raar mechanisme gaat spelen? Want we weten dat mensen met internet ook een beetje een loopje kunnen nemen met zichzelf. Gaan daardoor wantrouwender staan tegenover wat mensen zeggen over zichzelf op internet. Wat het contact ook weer in zekere zin bemoeilijkt. Want bij alles wat je op internet zegt, weet je dat de andere denkt, ja, het kan ook niet waar zijn. Ik weet niet of het zo sterk is, maar ik denk wel dat die cultuur van wantrouwen, dat absoluut een thema van deze tijd is. En dat heeft ook wel weer met internet te maken, maar ook op een goede manier. Als je denkt aan zoiets als WikiLeaks, dan blijken mensen ook wel veel te verbergen te hebben. Dus internet is in die zin ook weer een positieve manier om al die informatie naar boven te krijgen. Alleen hoe meer wij te weten komen over zakkenvullende politici, weet ik veel, woekerpolis enzovoort, hoe meer wij te weten komen over misstanden, hoe wantrouwiger wij worden. Dus in die zin denk ik dat het ook weer dubbel is. Ja, en dan komt er toch een beetje een les uiteindelijk uit dit gesprek, van ja, wantrouwen is zo slecht nog niet als we met internetvriendschappen bezig zijn, maar daar moeten we ook niet in doorslaan. Fijn dat we een duidelijke conclusie bereikt hebben. Goed, eindelijk hebben filosofen dat samen. Gebeurt niet vaak. Stine, bedankt voor het gesprek.